Vandaag ga ik iets vertellen over Chisao. Chisao is een belangrijke tool om gevoelsmatig te reageren, reflexen aan te leren vanuit de contactsituatie. Er zijn Wing Chun stromingen waarin Chisao niet iets belangrijks is. Ze doen het ook heel weinig en ze zien het nutten niet echt van in. Er zijn ook weer andere Wing Chun stromingen die de Chisao overschatten. Die denken als je maar kan Chisao'en en dan leer je wel vechten. Maar dat is natuurlijk niet zo, want je moet ook sparren, uren maken. Ik zie het zelf zo, van de 90% van de trainingstijd, 10% doe ik de vormen en wapens en andere dingen. En 90% richt ik mij op drie dingen. Dat is vanuit Chisao oefeningen doen, los oefeningen doen en sparren. Ja, als je in een gevecht komt op straat of zo, ja, je gaat natuurlijk niet Chisao, dat is abstract. De training is een tool. Maar contact overkomt je. En dan zit je dus in een Chisao situatie. Dus op het moment dat iemand mij wil slaan en ik weer, of ik wil slaan en hij weer, dan zitten we in een contactsituatie en dat is vergelijkbaar met de Chisao. Dan is het ook nog zo dat op het moment dat ik in contact zit dan, en iemand geeft druk of ik voel iets, dan herken ik dat vanuit de training. En dat is een bepaalde taal. Ik ontvang dus informatie in dat contact. En met die informatie, daar kan ik mijn voordeel mee doen. En mijn tegenstander die op straat geen Wing Chun kent, die zit ook in dat contact. En die voelt ook druk en kracht en allerlei bewegingen. Maar die verstaat die taal van de Chisao niet, dus die heeft er geen voordeel bij. Dus je wisselt ook informatie uit, maar je wisselt ook krachten uit. En je moet leren omgaan met die krachten. En dan check je ook je structuren of die krachten wel, of je dat wel goed doet. Hè? Dus door de Chisao wissel je die krachten uit en dan is goed voor je structuurcheck en je training voor je structuur. Mijn linkerarm en mijn rechterarm tegelijkertijd komen natuurlijk niet voor in een gevecht. Normaal heb ik maar met één hand contact in een gevecht. Maar in de training van Chisao traint mijn linkerarm met mijn partners, trainingspartners, zijn rechterarm. En mijn rechterarm traint met zijn linkerarm. En wat wil je nou eigenlijk bereiken in dat draaien? Je wil dus gevoelsmatig leren dat aan twee kanten verdedigd wordt. Je wil met de fokzaal weer de binnenkant verdedigen en met de bonkzaal de buitenkant. En je ziet dus dat het uiterste rotaties zijn. Dus de fokzaal is helemaal naar binnen, de elleboog, en de bonkzaal is helemaal naar buiten. Dus je wil dus dat het aan twee kanten niks doorkomt. Dat is eigenlijk je hoofddoel van het gevoelsmatige, dat aanleren dat je daarop reageert. Nu is het ook nog zo dat in de Chisao, die tanzaal is abstract voor een stoot. Dus wanneer je Chisao draait en ik maak een stoot boven, wat ook een fokzaal kan zijn. Ook al ga ik naar een stoot, dan verander ik die naar een fokzaal graag, want dan heb ik de binnenkant. En hier heb ik de tanzaal, wat ook eigenlijk een stoot kan zijn. Dus dat zijn dubbele aanvallen. En dan de tegenstander weer met bonkzaal en fokzaal. En nu is het ook nog zo dat normaal gesproken is het wel zo dat de tanzaal de buitenkant verdedigt en de fokzaal de binnenkant van de arm. En die fokzaal, die is de verdediging, maar die kan ook een stoot zijn. En dan is de tanzaal weer de verdediging tegen die fokzaal. Daarom is het best moeilijk, Chisao. Het is heel abstract. Het verschil tussen een reflex en een aangeleerd automatisch gedrag. Een reflex is een onbewuste spieractie. Een reactie die vanuit de zenuwen naar de ruggenmerg gaat en terug reflecteert naar de spieren. Bij de totstandkoming van een reflex zijn hogere hersendelen niet betrokken. Dit komt geregeld voor als je spart of als je instinctief reageert wanneer je niet weet wat er komen gaat. Een aangeleerd automatisch gedrag is als dus geen reflex. Dit komt voor als je oefeningen doet waarbij het patroon al bepaald is. Je moet naar een hogere hersendeel wat nagaat of de beweging die je maakt wel de oefening is. Het is dan nooit volledig uit je onbewustwording. Er zit dus altijd gedachte in waardoor het nooit zo snel kan reageren en bewegen als bij een reflex. De verbindingen via je zenuwstelsel worden sneller in je hersenen verwerkt dan je ogen beelden kunnen omzetten in een reactie. Wanneer je Chisao traint, dus dan sta je ook in die abstracte Chisao stand, hè, met twee benen naast elkaar, net als in je eerste vorm. En dat is een abstracte stand. En dit is abstract. Je komt niet voor dat je twee handen contact hebt met een tegenstander. Het is een trainingsmethode, zodat je ook je heupen recht houdt en alles. En je balans. En op het moment dat ik uit mijn Chisao ga na een aanval, dan wil ik mezelf aanleren om ook uit die abstractie te gaan van de benen. Dus als die handen is abstract, ga ik naar een paksa, dan ga ik naar een sparring of een vechtsituatie.
dan moet ik ook uit die abstractie van de benen gaan. Dan moet ik naar een loopsituatie gaan. Dat wil ik mezelf aanleren. Nu kan niet elke oefening zo, want ik heb ook wel eens oefeningen. Dan blijven we in die chisao-stand staan, want dan focussen we op de armen. Net als de eerste vorm, blijf je ook in de eerste vormstand staan, of in de chisao-stand staan. Omdat we op de armen focussen. Maar dan is de focus ergens anders. Maar dat is niet wat je eigenlijk aan wil leren. Wat je aan wil leren is op het moment dat je uit de chisao draaien naar een aanval gaat of een verdediging, ga je ook uit de abstractie van de stand, ga je naar de loopstand toe. Want dat is wat je jezelf aan wil leren. Wat je traint is, wat je gaat doen. Dus als je dat niet doet, dus stel je gaat altijd maar vanuit chisao aanvallen en je blijft iedere keer staan zo, dan ga je ook zo sparren en vechten en dan krijg je problemen met je stand. En wat is het grootste gemis eigenlijk als je aan het chisao draaien bent? Wat is je grootste zwakte? Dat is dat je geen woesao hebt. Maar dat is ook de bedoeling eigenlijk, hè? Want je wil vanuit een moeilijke, slechte situatie wil je jezelf redden. Je woesao, dat is je wakende hand, dat is je verdediging. Als ik mijn woesao achter heb en ik heb hem hier, dan lijkt het dat mijn woesao aan de zijkant staat. Ja, mijn hand wel, maar mijn woesao, ik weer niet met mijn hand, ik weer met mijn arm. Dus mijn arm zit wel degelijk in het midden. Net als ik een bongsao maak, is mijn hand ook op de schouderlijn, maar de bongsao, hier weer ik mee, niet met mijn hand zelf. Dus die woesao die zit wel achter, in een onderscheppende lijn, maar de hand zit in het midden. Dus vanuit chisao, je hebt geen woesao, dus vandaar dat je in een slechte situatie eigenlijk zit. Ben je in chisao aan het trainen, dan zal je zien dat je, als je loskomt, hij valt mij aan en ik maak een verdediging met een bongsao of zo, dan wil ik gelijk die woesao weer achter hebben. Ik wil ook niet te veel voor hebben, want als hij mijn hand kan pakken, dan ik kruis hè, mijn hand zit te veel voor en als hij deze hand kan pakken, pakt hij allebei, dus die woesao moet al achter. Maar op het moment dat ik dus vanuit chisao losbreek en ik moet weren en ik ga naar bong, dan reset ik weer mijn woesao, dan heb ik mijn verdediging weer terug, die ik graag wil. Dus, en andere situaties zijn ook vaak zo, dat je weer je woesao terugzet. Dus dat is een mechanisme, zodat je zorgt dat je verdediging weer terug is. En als jij je woesao hebt, dan zal je merken dat je bijna niet geraakt wordt. Mensen die geraakt worden met sparren, dat is bijna altijd zo, omdat die woesao te laat is of die is er gewoon helemaal niet aanwezig. Je kunt ook zien aan mensen Wing Chun, en nou ja, ik ben ook niet perfect, maar mij is ook wel te laat of whatever. Maar je zult dus zien dat als mensen met sparren of vechten en ze hebben iedere keer geen woesao of ze zijn helemaal niet bewust van die woesao, ja, dan zijn het geen goede vechters. Want eigenlijk is dat het grootste belang van Wing Chun en de meest onderschatte techniek is de woesao. Als jij een woesao hebt, dan word je bijna niet geraakt. Hij moet wel actief zijn, hij moet natuurlijk niet slapen zo hier of zo. Dat zie je ook als mensen. Ja, dat is niet goed, maar hij moet wel actief zijn en hij moet wel werken. En ik denk dat je de woesao ook heel veel moet trainen om goed te leren verdedigen. Daar heb ik ook een filosofie over. Sommige mensen denken, het belangrijkste van vechten is een harde stoot. Maar jij kan jouw stoot nog zo hard trainen. Als jij mij één keer raakt, ga ik neer. Maar wat als jij mij niet raakt? Omdat ik altijd mijn woesao heb. En ik raak jou wel met mijn iets minder ontwikkelde stoot. En dan win ik nog steeds. Dus je kan ook natuurlijk niet zeggen, één ding is het belangrijkste. Het is een mechanica. Net als een motor, ik heb al eens eerder verteld. Je kan niet een ding eruit halen omdat je denkt dat dat het belangrijkste is. Dan werkt heel die motor niet meer. Dus wat heb je niet van de chisao? Geen woesao. En eigenlijk, bij alles wat je doet, reset je weer terug naar je woesao. Dat is je goede uitgangspunt weer. Dus je begint van een slechte situatie naar een goede. Chisao is dus een tool om gevoelsmatig reacties aan te leren en reflexen aan te leren. Maar ja, wat ik al zei, het is niet de ultieme tool. Daar moet je weer mee sparren. En je kunt ook vanuit chisao draaien naar sparring toe gaan. Dus dan ga je losbreken en eigenlijk sla je het eerste stukje over. Als iemand, je hebt al contact, dus dat betekent dat iemand al geslagen heeft en iemand heeft al geweerd. Er is nog heel veel te vertellen over chisao. Chisao is echt een groot onderwerp. En ja, wil je er meer over weten? Ja. Nou, ik zou zeggen, kom een keer langs in mijn school.